Er dreigen overvolle klassen op Edese middelbare scholen. Vanwege een scheve verdeling krijgen zij te weinig geld voor onderwijs voor kinderen met leer- en gedragsproblemen vanuit het Rijk. Edese en Wageningse scholen luiden daarom de noodklok. Er zit een probleem in de wet passend onderwijs. Daar staat in dat je moet betalen voor leerlingen die in een gesloten instelling zitten en daar uiteindelijk weer uitgaan. En wij hebben leerlingen uit andere regio's die naar Ede komen, naar zo'n instelling. En daar moeten we uiteindelijk allemaal voor betalen, terwijl ze uit een andere regio afkomstig zijn. En dat vinden wij een groot probleem. Het samenwerkingsverband, daar zitten alle middelbare scholen uit de regio Ede, Wageningen en Rhenen. Die werken daarin samen om de leerlingen in onze regio passend onderwijs te bieden. Wij hebben de noodklok geluid omdat als het samenwerkingsverband geld tekort komt, dan moeten de scholen voor regulier onderwijs, die moeten de tekorten aanvullen. En dat betekent dat wij minder geld krijgen. Minder geld ter beschikking hebben om het onderwijs aan onze leerlingen te verzorgen. De scholen hebben een signaal gegeven aan de politiek in het algemeen dat er een probleem aan de hand is. Namelijk dat zij de scholen in Ede en omgeving te weinig geld krijgen vanuit het Rijk voor kinderen met een leer- of gedragsproblemen. Het passend onderwijs zoals dat heet. Daar krijgen zij te weinig geld voor omdat in Ede wij heel veel jeugdzorginstellingen hebben. Dus dat zijn al kinderen die vanuit andere delen van het land hierheen komen om zorg te gebruiken. En die hebben ook vaak meer van het passend onderwijsgeld nodig. En daarvoor blijft er minder geld over voor de andere scholen in Ede die er al zijn. En die natuurlijk ook kinderen met leer- en gedragsproblemen hebben die we moeten helpen. En uiteindelijk iedereen moet natuurlijk geholpen worden. Zeker de kinderen die wat extra aandacht verdienen. En dan mag het natuurlijk niet zo zijn dat het opeens aan het eind van de rit het geld op is. Het gaat om heel veel geld. Het gaat om een bedrag van 6 ton tot 8 ton. En dat is voor ons een kwart van onze hele begroting. Als scholen moeten bezuinigen, dan kunnen scholen daar natuurlijk allemaal hun eigen oplossingen voor zoeken. Het kan zijn dat een school zegt, dan moet ik de klassen maar iets groter maken. Het kan ook zijn dat een school zegt, nou, ik heb hier een vak dat door weinig leerlingen gekozen wordt, dan hou ik op met dat vak. Dat is heel erg jammer, maar dan is dat vak er niet meer. Het kan ook zijn dat een school zegt, nou ja, als ik dat moet bezuinigen, dan bied ik bepaalde excursies of reizen niet meer aan. Dat betekent eigenlijk dat het aanbod aan leerlingen schraler wordt. Je komt of in een grotere klas, of je kunt een bepaald vak niet meer kiezen, of je kunt bepaalde excursies niet meer maken. Het wordt een beetje kaler dan het is. De Edese D66-fractie heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Op het moment dat het geld op is, dan moeten scholen andere maatregelen gaan treffen, zoals de klassen vergroten of vakken laten schrappen. En dat zou natuurlijk enorm zonde zijn, want die zorg voor kinderen met leer- en gedragsproblemen, die willen we blijven geven. Maar we willen ook niet dat dat gaat leiden tot overvolle klassen of scholieren die bepaalde vakken niet meer kunnen volgen. Dat zou wat ons betreft geen goede oplossing zijn en daarom willen we graag dat politiek in actie komt, dat de gemeente in actie komt om te kunnen kijken wat we voor deze scholen kunnen doen en of we dit aan kunnen kaarten zodat de Edese scholen een rechtvaardige deel van het geld krijgen voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. De enige oplossing die hiervoor is een wetswijziging en daarvoor hebben we de politiek in Den Haag nodig om dit voor ons te gaan repareren. Naar mijn idee is een oplossing dat dan de regio's waar die leerlingen vandaan komen, dat die gaan betalen voor deze leerlingen. De oplossing is dat er in Den Haag een wetswijziging komt die ervoor zorgt dat de weerfout in de wet op passend onderwijs wordt aangepakt. We hebben dit vorige week op de agenda gezet van de gemeenteraad, omdat we dit een erg belangrijk onderwerp vinden. En daar heeft de wethouder ook op gereageerd, wethouder Leon Meijer van de ChristenUnie. Hij is het gelukkig met ons eens dat dit geen goede situatie is, dat dit geen goede verdeling is van middelen. En hij gaat er zijn uiterste best voor doen om hiermee aan de slag te gaan. Net zoals wij dat op onze beurt zullen gaan doen, omdat het ook een kwestie is van landelijke politiek die hier iets van moet vinden en hier iets aan moet doen. En dat betekent dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen als lokale politiek om dit op de agenda te zetten van de Tweede Kamer. Maar wat kan de wethouder doen? In ieder geval in gesprek gaan met die scholen, zorgen dat zij goed gefaciliteerd worden om dit op de agenda te zetten op de plekken waar dit soort besluiten genomen worden. En zorgen dat alles wat zij nodig hebben
om dat onderwijs toch te kunnen bieden, dat ze dat kunnen krijgen van de gemeente, voor zover de gemeente erover gaat natuurlijk. De scholen maken zich wel degelijk zorgen. We hebben nu nog 1 jaar waarin we de tekorten met elkaar kunnen opvangen. Maar na dit jaar is dat voorbij en moeten de scholen voor regulier onderwijs de tekorten van de samenwerkingsverband aanvullen. Wat zou nou echt het ideale plaatje zijn in dit hele verhaal? Dat de samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk zijn voor de leerlingen zelf betalen, zodat wij de leerlingen in onze eigen regio kunnen bieden wat ze nodig hebben. En daar hebben we wel de middelen voor nodig en het geld. Dus daar willen we dat graag voor gaan gebruiken. Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs en op de goede ondersteuning daarbij.